Trekker is Henk Krol, die zit nu in de Tweede Kamer en die heeft echt het pensioenonderwerp fantastisch op de kaart gezet. Nummer twee is nieuw, dat wordt Leonie Sazias, bekend van tv-werk, maar ook als fractievoorzitter van een grote fractie in de gemeenteraad in Hilversum. Kent de materie van de ouderen heel erg goed, omdat ze voorlichter is bij de AMBO. En het is een vrouw met een geweldige uitstraling. En op de derde plaats hebben wij Martin Verrooyen, oud-staatssecretaris. Was Tweede Kamerlid voor het CDA, waarvoor u bedankt heeft. En hij is nu dus Eerste Kamerlid voor 50PLUS en stapt over naar de Tweede Kamer. En dat betekent een geweldige kwaliteit die we nou eens hebben. De kansen liggen zeer goed voor jullie. Je staat goed in de peilingen. Wat brengt dat voor druk met jullie mee? De druk is tweeërlei. In de eerste plaats willen wij wat betekenen bij de volgende verkiezingen en meedoen aan de formatie, moeten we nog groter worden dan de 9 zetels die we nu hebben. En daarna komt het echte werk van kunnen wij geloofwaardig blijven bij de onderhandelingen. En dan zal men dan 50PLUS een zware onderhandelaar hebben.